Ex-vicepresident en assembleelid Ashwin Adin is gisteren groots verwelkomd in Osseer nadat het Hof van Justitie eerder op de dag besliste dat hij ten onrechte was aangehouden en dus terstond moest worden vrijgelaten. In aanwezigheid van partijtoppers Ramon Abrahams, Rubin Permisser en Jennifer Geerling-Simons sprak Adin zijn partijgenoten toe. Volgens hem is de huidige regering bezig met de NDP. Dat doet me goed om te zien dat er nog recht bestaat. Maar er zijn bepaalde elementen, mensen. Er zijn bepaalde dingen die gebeuren. Net als om Ramon die gezegd. We zijn aan het begin. Ik heb bepaalde dingen gehoord. Ik heb bepaalde dingen gezien. Ze zijn met ons bezig. Ze zijn met ons bezig. En ergens van binnen voel je, als mensen alles geven voor hun land, in de hoogste functie, dan ga je op een bepaalde manier om met mensen. Deze partij heeft meer dan 10 jaar leiding gegeven aan dit land. Tenminste moeten ze die waardering krijgen. Ik ben nu daar één van de exponenten, maar we hebben meerdere. Ze zijn bezig met ons. Partijgenoot Rubin Permisser zegt dat vanaf de aanhouding van Adin hij heeft aangegeven dat het Openbaar Ministerie niet de juiste procedures heeft gevolgd. Hij heeft geen goed woord over de manier waarop Adin is behandeld. Wij zijn op die toe doorgegaan. Continu brieven geschreven en al dat soort zaken hebben gedaan. Wij zijn doorgegaan in partijverband, maar zeker, ik dank alle fractieleden, alle ondersteuners, die ons dag en nacht met deze case bezig zijn geweest. Ik heb pas win! Maar, beste mensen, ik vraag u om waakzaam te zijn. Precies wat meneer Ashwin Adin heeft gezegd. Ik mag u verklappen dat ik vanmiddag 3 namen heb gehad die op de hitlijst staan. 3 namen, huidige parlementariërs die op de hitlijst zijn. Ik zeg het u, ik heb het vanmiddag, dat bericht, en dat bericht is hard binnengekomen. Wees waakzaam. NDP-topper Rubin Permisser gisteren in Osseer na de vrijlating van ex-vicepresident Ashwin Adin.